Wat is de eerste documentaire waar je een stukje uit wil laten zien en waarom? Ja, de eerste is natuurlijk The Winter on Fire. Staat nu op Netflix? Hij staat nu op Netflix. Is een hele hoog aanrader. We hebben dat in 2015 ook naar Nederland gebracht met de regisseur. En dat laat zien hoe het eigenlijk begint. De vrijheid, gevecht voor onze vrijheid. Eerste 23 jaar had Oekraïne zo'n beetje een soort neppe vrijheid. We waren onafhankelijk, maar toch zo, niet zo onafhankelijk. En hier zie je dat er 100.000 mensen bij elkaar komen, volkslied zingen en statement maken. Wij beslissen over de toekomst van onze land en niet pro-Russische president. En ze zijn bereid om te vechten. Ze gaan hier tegen politie-units, tegen Berkut. Ja. Life to life met geïmproviseerde stenen en molotov-cocktails en wordt beschoten. Er vallen heel veel doden. Even waarschuwing, komen straks ook schokkende beelden van deze Maidan-protesten die uit de hand lopen ook. Nou, niet uit de hand. Dat is echt van beide kanten was het zo na 2 maanden opgelopen dat het eigenlijk in zo'n bloedige einde heeft. Ja, want hier worden ook mensen weggedragen. Dat zijn slachtoffers, burgers, en ze worden weggedragen terwijl er volkslied wordt gezongen voor hen. Dus voor, Maar zou je zeggen, Fiet, als de Russen dit hadden gezien, die documentaire, dat zullen ze zeker niet allemaal hebben gezien, hadden ze met iets minder zelfvertrouwen de Oekraïne binnengewandeld, denk ik, toch? Dat zou ik denken, maar mensen ziet er vastberaden uit. Ja, mensen zijn heel erg vastberaden. Ja. Maar Russen kijken helaas niet deze beelden, maar hun propagandakanalen.